De hoofdinspecteurs Raoul Hellings en Sergio Gentel hebben zich volgens minister Kenneth Amoxie van Justitie en Politie schuldig gemaakt aan gedragingen en handelingen die in strijd zijn met de ambtseed. Dit liet de bewindsman gisteravond weten tijdens een openbare vergadering in de Nationale Assemblée. Hij stelde dat aan de hand van een redelijk vermoeden van een ernstig strafbaar feit of plichtsverzuim de twee hoofdinspecteurs door de korpschef buiten functie zijn gesteld. Amoxie wijst erop dat er een tuchtrechtelijk dan wel strafrechtelijk onderzoek kan worden verricht. Indien noodzakelijk, voorzitter, kan de buitenfunctiestelling met een week worden verlengd door de minister van Justitie en Politie, behoudens de mogelijkheid om betrokkenen in gevolge artikel 66 lid 2 onder A en B van de personeelswet te schorsen in hun ambt. Voorzitter, in een gedisciplineerd korps kan niet worden toegelaten dat betrokkenen onwettig afwezig zijn van de dienst, terwijl, voorzitter, uit feiten en omstandigheden blijkt dat de afwezigheid niet met ziekte heeft te maken, maar aan het houden van protestacties waarbij er overigens geen vergunning was aangevraagd. De minister wijst er ook op dat het niet toegelaten kan worden dat betrokkenen dienstvoertuigen op oneigenlijke wijze inzetten bij de gevoerde protestacties. Dit terwijl de dienst verstoken wordt van deze vervoersmiddelen. Verder worden deze voertuigen aldus voorzien van brandstof ten koste van de staat Suriname. Voorzitter, deze en andere handelingen leiden ook tot normvervaging binnen het korps, hetgeen niet geaccepteerd mag worden. Het niet nemen van maatregelen, voorzitter, tegen de betrokkenen zal ook leiden tot aanstasting van het gezag van de korpsleiding en het stimuleren van anarchie binnen het korps. Corrigerend optreden is derhalve van enorm belang. Voorzitter, verder bestaat er een redelijk vermoeden dat betrokkenen zich schuldig hebben gemaakt aan de misdrijven, namelijk belediging van het openbaar gezag, opruiing en verstoring van de openbare orde, zoals respectievelijk omschreven in de artikelen 173, 177 en 79 van het Wetboek van Strafrecht. Volgens minister Amoxie is buitenfunctiestelling gebruikelijk binnen de politieorganisatie. Zonder een buitenfunctiestelling kan het onderzoek naar zijn zeggen worden belemmerd dan wel beïnvloed worden door betrokkenen. De minister geeft ook aan dat wettelijke procedures zijn opgevolgd bij het buitenfunctiestellen van Hellings en Gentel.